We zijn hier bij Stichting Waypoint. Het is gevestigd tegenover het oude stadhuis. En naast mij zit Jan Hakvoort. En ik ga met hem praten wat de stichting precies inhoudt. Welkom. Goeiedag. Wat kun je ons over de stichting vertellen? De stichting zit nu sinds 4 jaar zitten we hier in Kampen. We werken vooral met jongeren met gedragsproblemen, verslavingsproblemen. Alles wat ermee te maken heeft en alles daaromheen. We zijn begonnen in de Bovennieuwstraat. Daar hebben we een inloopcentrum. Dat is nu kantoorruimte, functioneel gespreksruimte. En de inloop is daar ook nog gewoon dagelijks als kantoor open is. Vanuit dat zijn we voorlichtingen gaan geven. We geven voorlichtingen op de meeste scholen. Vanochtend nog gesprek gehad bij Pieter Zandijssel Muiden, waar we in mei ook weer voorlichting gaan geven. We ondersteunen de jongeren die problemen hebben, maar ook alles wat er omheen zit. Als een jongere problemen heeft of een verslaafde heeft een probleem, heeft vaak de gezinssituatie heeft ook problemen. En hoe ga je daarmee om? Want de jongeren kan veranderen, maar in het gezin zullen ook dingen anders moeten. En kunnen jongeren hier vrijblijvend naar binnen lopen voor informatie? Of hoe gaat dat precies? Jongeren kunnen hier naar binnen lopen, ze kunnen de Bovennieuwstraat binnenlopen. Hier is ook altijd toegankelijkheid, zoals u ziet, voor een koffietafel. Dus dat de jongeren een kopje koffie kunnen doen. Hierachter is een stukje werkbesteding, daar doen ze dagbesteding. We doen ook in samenwerking met Stichting SAP aangepast paardrijden. Doen we ook dat jongeren 1 keer per dag gaan ze 's middags om 3 uur daar alle paardenvoer geven en alles daaromheen. Dus we doen ook heel veel in de dagbesteding van de jongeren. Ja, nu heb ik gelezen dat u €11.000 hebt ontvangen, de subsidie. Wat gaat u daarmee doen? Het is puur gericht voor de jeugdhulpverlening, voor het stuk ambulante hulpverlening wat we geven. Daar staat ook de subsidie is daarop geïndiceerd. De hulpverlening die we geven hier in de Oude Straat en omstreken, de ambulante begeleiding die we geven. Dus veelal zal heel veel van het geld niet verdwijnen in de hulpverlening, maar in de jongeren als we naar een kliniek gaan. Morgen gaan we ook met een meisje gaan we bij iemand op bezoek. Dat doen we geheel kosteloos. Maar om het komen hebben we wel een stukje financiën nodig. Dus het water, het gas, zeg maar, in de praktische zaken zal het geld heen gaan. Dus dat heeft al een goede bestemming, heb ik begrepen. Ja, alles wat hier ook in deze winkel verkocht wordt, alles is ten bate van het jongerenwerk. Er is niet geen winstmodel zit hierin. Dit is meer om het jongerenwerk financieel mogelijk te houden. Ik heb gelezen dat jullie ook nu een winkel hier hebben met tweedehands kleding. Ik neem aan dat dat aangepast is aan het budget voor de meeste mensen. Ja, we hebben een vrij hoge kwaliteit. Hoor je ook van heel veel mensen. Je hebt een heel leuk clubje vaste klanten. Wie dan weten, vrijdag komt er nieuwe kleding. Dus dan komen ze ook vaak dan hier op vrijdag al neuzen van hangt er wat tussen. We krijgen de kleding van onze collega's op Urk, van Waypoint Urk. Daar wordt alle kleding ingezameld. En vanuit dat wordt het hier weer gesorteerd gebracht van hey, wat kan in de winkel. En ja, ik merk toch wel dat bepaalde kleding in andere tweedehandswinkels toch wel het dubbele van hier nog kosten. Als je merkbroeken iets anders hebt, ja, dat is toch wel vaak legt dat in een prijssegment hoger dan dat het hier legt. Ja. Heeft u al ervaring dat u heel veel jongeren kunt helpen? Kijk, wat is heel veel? Ik zeg altijd, als er 1 jongere geholpen is, dan zijn we al blij. En we hebben nu een aantal jongeren die op de goede weg zijn. Een aantal jongeren die in klinieken zitten. Die zijn op de goede weg. Als je Michiel kijkt, die komt ook uit zo'n periode vandaan. En die is hier nu bedrijfsleider in de winkel. Ja. Misschien dat we hem straks nog een paar vragen kunnen stellen. Dus we proberen aan alle kanten de jongeren te helpen. Kijk, een jongere moet ook geholpen willen worden. En willen ze niet geholpen worden, dan blijft hier gewoon het luisterend oor. En het stukje dagbesteding wat ze hier doen, of gewoon een beetje hangen, of aan de andere kant hebben een dartbord of andere dingen wat ze willen doen. Ja. Jan, ik bedank je heel hartelijk voor de toelichting over deze stichting. En ik wens je heel veel succes met de hulp voor jongeren en met alles wat jullie doen. Oké, dankjewel. En we hopen misschien mensen hier weer te zien voor kleding. Graag gedaan.